geloof in jezelf. Ik denk dat dat mij heeft gebracht waar ik nu ben. Mijn karakter was niet klaar of is niet klaar voor die wereld waarin ik heb gezeten. Maar het geloof wat ik in mezelf had, ik vond me altijd de beste. Alleen sprak ik het niet uit, maar ik vond dat wel. En zo heb ik ook altijd naar mezelf geleefd en naar mezelf gekeken. Dat ik soms in een elftal, en dan kijk je om me heen en dan denk ik van, niemand is eigenlijk beter, niemand kan beter voetballen dan hoe ik dat kan. En ik denk dat dat mij wel echt staande heeft gehouden in de voetbalwereld. Het geloof, de geloof die ik in mezelf had.